Yes, vakantie! En misschien denken sommigen van jullie, kom je daar nu pas mee? Maar ja, in Nederland zijn de vakanties natuurlijk een beetje verspreid. Ik hoorde van Veertje al in België dat het van 1 juli tot 1 september is. En dat is wel chill. Gewoon 2 volle maanden en ook een standaard start- en einddatum, dat je gewoon weet waar je aan toe bent. In Nederland is het anders. Basisscholen hebben 6 weken, middelbare scholen soms 7, 7,5 of zo. En daarnaast hebben we ook nog eens 3 regio's. Dus niet heel Nederland heeft een bepaalde datum dat iedereen opeens vrij is. Nee, dat hebben ze verspreid. Regio Noord, Midden en Zuid. En Zuid had al vakantie. Midden heeft inmiddels ook al vakantie. En vanaf vandaag regio Noord, de regio waar ik woon, heeft ook een vakantie. En toen dacht ik, aangezien iedereen van jullie die normaal gesproken school heeft, nu allemaal vrij heeft, alle Nederlanders, alle Vlamingen, gaan we dat gewoon deze week lekker vieren met elke werkdag een video. Een dag dat je normaal gesproken naar school moet, maar nu lekker niet. Kan je lekker elke dag een video kijken. En we beginnen vandaag met deze sterrenbeeld video. En als je dus lekker op de hoogte wil blijven van al mijn video's, klik dan op abonneren en klik dan ook vooral op het belletje, want dan weet je wanneer de andere 4 video's van deze week en al mijn toekomstige video's gaan komen. En als je er zin in hebt in deze week, laat het weten in de reacties. Duimpjes zijn ook altijd leuk. En dan gaan we nu beginnen met deze sterrenbeeldsim. We zitten inmiddels in de periode van het sterrenbeeld Leeuw. Dus dat wordt de achternaam. En van voren heb ik uiteraard weer op Facebook gekeken wie van mijn Facebookvrienden in deze periode jarig zijn en dus een leeuw zijn. Waaronder ene Kevin. Dus we gaan Kevin Leeuw maken. En ik heb uiteraard weer op internet gekeken naar allerlei informatie over de leeuw. Maar ik heb ook bij de vorige video waarbij we een kreeft gingen maken, 2 reacties gekregen waar ik ook zeker wat aan heb. Iemand die zelf een leeuw was, die zei ja, ik ben wel verlegen, maar ook vrolijk, slim en ik hou van dieren. En iemand die een zusje heeft die een leeuw is en zegt ja, het is een lief zusje, maar soms kan ze ook boos zijn. Ze is creatief, maar ook onhandig. En dat waren ook zeker dingen waar ik wat aan had. Want ik vond het lief zijn heel erg passen bij ook houden van dieren. En dat past wel bij de informatie die ik vond dat een leeuw gul en warmhartig kan zijn, trouw en liefdevol. Dus dat vond ik wel leuk om dan hondenliefhebber te pakken. Voor de tweede positieve eigenschap kreeg ik onder andere dus dat er werd gezegd dat een leeuw kan creatief zijn. Een leeuw is slim. En wat ik ook heel erg zag, is dat ze erg ambitieus zijn. Het zijn spontane en extraverte mensen. Ze willen graag ze zijn ambitieus. Ze willen graag dingen doen en dan vooral hoger opkomen, waarbij ze ook daadwerkelijk macht hebben om wat te gaan doen. Dus ik vond ambitieus wel belangrijk om er nu aan toe te voegen. Helemaal met het idee wat ik straks voor Kevin Leeuw heb. En we moeten natuurlijk ook weer een eigenschap kiezen die wat minder positief is. En er stond bijvoorbeeld bij dat een leeuw kan neerbuigend zijn, kan bazig zijn, kan bemoeiziek zijn, autoritair, beetje vorstelijk. Vond ik dus heel erg bij Snop passen, want die kan kritiek leveren. Ze krijgen meer zelfvertrouwen met andere snops, maar ik vond het wel een beetje koninklijk, een beetje, kijk mij eens. Ja, dat vond ik wel bij Snop passen. Maar dat is dus het enige. Ik kies natuurlijk elke keer 2 positieve en 1 wat minder positieve. Dus ik vond dit wel een hele leuke combinatie. En een ander puntje wat ik dus heb opgeschreven is dat leeuwen een scherpe intelligentie hebben. En dat is dus ook wat ik terugkreeg in de reacties. Dus ik wil iets met kennis gaan doen. Maar iets wat een beetje breed is. Kijk, dit is alleen voor de archeologie. Dit is in veel dingen goed zijn. Alles weten over computers. Slim, zowel als handig. Ik vind dit wel een goeie. Dat je zowel handig bent, wat heel erg past bij mensen die creatief zijn. Ook al is het zusje onhandig. Maar ja. maar ook slim. En dat vind ik ook weer passen bij iemand die gewoon ambitieus is en het goed wil doen op zijn werk. Dus dit is het innerlijk van Kevin Leeuw. En dan gaan we nu werken aan het uiterlijk. En het idee wat ik een beetje bij hem heb is dat we er een beetje een baasje van gaan maken. En dan niet
rapperachtig, hey baas geval. Maar een beetje een serieus, serieuzer. Ik wil werken met dat vorstelijke tintje. Waar zit hij daar? Ze moeten even een gezicht uitkiezen. Een beetje, ja, ik ga nu natuurlijk niet de koning of zo namaken. Of iemand die een koning zou zijn. Maar gewoon iemand met een stevige kaaklijn, zelfvertrouwen uitstraalt. Die gaan we dan ook... Ja, dit is wel een brede kaaklijn. Wil ik wel... Ja. Wacht, ik wil het met bruin haar. Dat weet ik wel al. Even kijken hoe het met bruin haar staat. Geef hem even een random hoofd hoor. Een random kapsel. Laten we deze maar doen. Hij heeft in ieder geval een brede kaaklijn, maar het gezicht is nog een beetje... Hallo. Het mag wel wat serieuzer. Niet dat alle leeuwen super serieus zijn of zo. Maar het idee wat ik bij deze sim heb, is dat ik er een beetje een keurig iemand van wil maken. Echt zo'n zakenman. Iemand die weet wat hij wil, zelfverzekerd. Beetje koninklijke uitstraling. Niet dat het bij de koninklijke familie hoort of zo, maar... Ja, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En die vond ik die toch mooier. Ja. Even kijken. Ik vind deze ogen niet heel erg... wijsheid uitstralen. Dat is wat lastig, want je ziet hier allemaal ogen, maar je weet dan nooit zo goed hoe het... op het hoofd eruit komt te zien. Ogen kunnen echt een gezicht heel gek maken. Kijk, dit is een heel andere sim dan deze. Zoveel invloed. Misschien moet ik zelf maar even gaan puzzelen aan dat oog. Nou, laten we maar iets met... Ja, laten we gewoon deze aan deze gaan werken. Oh. Oh. Wat een geweldig spel is dit toch. Ja. Misschien als ik ze... Oh, dat was de neus. Als ik hem een beetje draai of zo... Ik weet het niet. Maar op zich is het wel beter dan wat we net hadden. Kunnen die... Ik kan ze alleen groter en kleiner maken. Ik wil ze wat meer naar het midden. Of kan dat niet? Ik denk dat ik ook niet te gefocust op die ogen moet zijn. Want op een gegeven moment zit je er dan zo lang op te staren dat niks er meer goed uit gaat zien. Laten we het maar even rusten. Misschien, we hebben natuurlijk een random kapsel. Die klikken we even weg. Op zich is het niet verkeerd, nee. Welke neus gaan we op zijn gezicht zetten? Deze wil ik wel, maar dan wil ik hem even bewerken. Ik vind die niet zo bollig of zo, ik weet niet. Die overgang hier is niet zo mooi. Die moet even, misschien als we dit wat meer doen. Moet die helemaal omhoog of zo? Even kijken, kan ik nog iets doen als ik... Nee, hij moet toch terug omlaag. Oké, ik denk dat dit wel prima neus is. Dan wil ik nog een andere mond. Ja. Beetje meer lachen. Het is vakantie, we zijn vrolijk. Ja, dit is op zich wel een
een leuk gezicht. En dan wil ik ook weer... Ja, ik vind het altijd leuk om iets met huiddetails te doen. En ik doe heel vaak sproetjes, maar dat vind ik nu niet zo passen. Ik doe ook wel eens deze. Mijn sim zelf heeft bijvoorbeeld deze. Dat kan je ouder doen laten lijken, maar het kan ook... Ja, het heeft natuurlijk ook weer invloed wat voor kapsel we erop gaan zetten. Maar het lijkt me ook wel weer eens een keer leuk om die te kiezen. Want ik kies die echt eigenlijk bijna nooit, behalve op mijn Sim Selfie. En als ik hem dan een keer wegklik bij mijn Sim Selfie, dan vind ik het opeens zo'n kaal gezichtje hebben of zo, ik weet niet. Maar een kapsel. Ik had wel meteen in mijn hoofd om een bruin haar te geven. Dat vind ik, ja. Dat vind ik wel een mooie nette haarkleur. Ik vind dit op zich wel. Het is de eerste die ik aanklik, maar hij is wel leuk. Die kin steekt nog te ver uit. Zo. Misschien wel iets met gezichtsbeharing, want het is nu een beetje... Hij heeft wel een heel uniek gezicht. Ik wil iets langer, denk ik, of niet? Nee. Het is niet het standaard mannengezichtje wat ik meestal maak. Dus dat is wel tof. Maar hoe kunnen we... Kijk, dit verandert ook weer alles, hè? Of laat ik zoiets dit... Oh! Dit vind ik leuk. Ja. Dit vind ik echt heel erg vorstelijk. Dat kapsel, die baard. Het zou zo een koning kunnen zijn, dat is het niet. Maar als jij hem wil downloaden en wil gebruiken als koning, is dat helemaal prima. Maar ik ben zeker tevreden. En ik heb eigenlijk maar één kapsel aangeklikt. Maar we gaan het gewoon hierbij laten. Ik ga gewoon niet eens meer andere kapsels uitzoeken. Laat eerst even bij de volledige outfits kijken of er iets van een pak bij zit wat, ja, wat wel interessant is. We hebben natuurlijk deze. Op zich gewoon mooi. En hij is ook wel casual. Het is niet meteen, kijk mij eens. Zo. Hij is, ja, voor deze sim bij formeel vind ik hem te casual. Maar voor een alledaagse outfit is het best wel netjes. Helemaal als je bijvoorbeeld, kijk, als je dit soort neemt, dan, ja, weet ik niet. Maar als je bijvoorbeeld deze hebt, of was het deze, of deze. Die zouden op zich ook wel... Ja, het oogt wel casual. Oh, ik ben helemaal vergeten om te kijken naar zijn lichaamsbouw. Mag wel iets slanker. Die benen vind ik... Kijk, ja. Soms dan klopt dit en dan zijn die benen of zo en die armen die passen er dan niet altijd bij. Nou, oh. Wat is dat ze die mannen echt totaal geen kont geven? Hoppatee. Oh. Hij moet toch ergens op kunnen zitten. Oké, gaan we terug naar het pak. We hebben dus deze. Die ga ik even in gedachten houden. Maar dan wil ik denk ik wel een ander kleurtje. Dan zou ik misschien toch voor deze gaan. Maar ja, ik hou ook van paars. deze vind ik een beetje lomp. Alsof hij een mate groot is. En ik denk dat deze ook te netjes is met dat wat het hier loopt, zeg maar. Deze is ook te netjes. Al zou ik het eerder verwachten bij een ober of zo dan... Ik weet niet. Deze is ook heel tof. Maar ik vind deze te... Ja, hij komt uit stedelijk leven. Maar op een of andere manier doet het me heel erg futuristisch aan of zo. Ik vind het niet heel erg passen bij het idee van een vorstelijke persoon. Deze kan ook. Deze zou ik dan leuker vinden voor formeel. Misschien doe ik dat wel, dat ik deze bij formeel geef. Komt ook uit stedelijk leven. Maar dan zou ik hem denk ik gewoon in het zwart doen. Het is wel pak, een beetje een modern pak. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dit. Ik vind deze ook zo leuk, maar het is een beetje te nerdy voor wat ik wil doen.
Het is wel echt een outfit voor een baas. Maar ik vind hem net een beetje te veel aan de nerdy kant. Die mist alleen nog die Harry Potter bril die ze hebben. Even kijken, ik kan hem wel even bijpakken. Zeg maar, als je deze bril erop zet. Ja, het is niet de kant op waar ik mee op wil met deze sim. Maar zeker wel een leuke outfit. We hebben deze jas. Maar nee. Ja, het kan op zich wel leuk zijn. Het voelt een beetje Brits aan, zo. Met deze jas. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben deze uit... jaargetijden. Alleen dat strikje. Ja, deze is waarschijnlijk om oud en nieuw mee te vieren. Deze is de casual met die broek omhoog. Hier nog een pak. Nee, niet met die glitters. Oh, deze is ook mooi. Ik vind deze dan denk ik leuker dan dat andere pak. Ja. Het is casual. Maar het is ook wel netjes. Weet je, als iemand een zakenkantoor inloopt... dan verwacht je wel dat dit iemand is die op een hogere positie zit. Weet je wel, manager of zo. Of misschien zelfs wel de leidinggevende. Ik vind deze leuk. Ik denk dat we deze ook gewoon doen. We moeten even passende schoenen onder. We hebben ook iets voor netjes. Nee, niet echt. Dit is dan te netjes. Ik weet niet. Ik vind het niet... Ja, het zou op zich al kunnen, maar... Het lijkt net of het laarzen zijn. In plaats van schoenen. Even kijken wat we nog meer hebben. Nee, een beetje dit idee lijkt het alsof hij dat aan heeft. Dit ziet er ook wel leuk uit. En in de pruin past het ook wel. Die klik ik heel vaak aan, maar die vind ik denk ik toch te casual. Ja, past hier niet bij. Hebben we deze nog? Ik weet niet. Ik vind het met zo'n punt. Alsof het net cowboyachtige laarzen zijn. Niet dat cowboylaarzen zo'n punt aan de voorkant hebben of zo. Maar het voelt een beetje te western aan, naar mijn idee. Nee, ik ga gewoon voor die ene die ik net had. Was het deze? Ja, het was deze. Ik kan hem geen accessoires geven, want dat zie je toch niet. Maar ik vind dit een hele geslaagde look. Ik vind hem ook geen figuur voor een bril of om een hoed op te zetten bij deze outfit. Misschien wel bij een andere. Maar ik vind het eigenlijk best een hele toffe look. Dit is Kevin Leeuw geworden. Iemand die van honden houdt. Zo ziet hij er ook wel uit. Dat hij zo in het park gaat wandelen met zijn hond. Hij is ambitieus. Vind ik ook echt... bij zijn uiterlijk passen. En hij kan een beetje een snop zijn. Vind ik ook wel bij zijn uiterlijk passen. En het is iemand die zowel handig als slim wilt zijn. Ik wil in ieder geval de twee reacties bij de Sterrenbeeld Kreef bedanken voor jullie input over het Sterrenbeeld Leeuw. En volgende maand is... Ik dacht de maagd aan de beurt. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Ik zie mijn lijstje ook niet zo snel liggen. Ik zie hem hier liggen. Even kijken, volgende maand inderdaad het sterrenbeeld maagd. Dus ben jij maagd of ken jij maagd? En heb jij tips voor mij in de reacties? Ja, of heb jij tips voor mij? Laat dat dan weten in de reacties, want daar kan ik dus zeker mee. En ik ga uiteraard ook weer op internet op zoek naar informatie. En dan is het ook weer de beurt voor de vrouwelijke sim. Dus dan gaan we een vrouwelijke sim maken met het sterrenbeeld maagd. Laat me ook weten wat je van Kevin Leeuw vindt. Bedankt voor het kijken. En morgen beginnen we dus met een van de vier Let's Play series die we deze week gaan krijgen in deze vakantieweek. En morgen beginnen we, aangezien het de eerste Let's Play serie van de week is, met ook de eerste Let's Play serie van mijn kanaal. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot morgen!